Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wie is deze Skylander? En dit keer gaan we het hebben over Grave Clobber, de villain of vijand van Trap Team. Is nu geremaked in een water. Een geweldig poppetje. Ik vind hem heel erg leuk om te spelen. Ik ga jullie meteen de aanvallen meenemen. Maar als je deze video leuk vindt, geef hem dan vast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal of schrijf iets in de reacties. En dan hoop ik van jullie te horen. Dus, voor we gaan beginnen. We gaan gewoon nu beginnen met de knuppelmap. Druk op vierkantje om je vijanden te mappen. Spring en druk op vierkantje voor een valtrap. Trap. Valtrap. Alligator geyser. Druk op rondje om een alligator geyserfontein op te roepen die je kunt slaan. Grote splatter. Druk op driehoekje om boven op je vijanden te ploffen. Vind ik zelf wel een hele grappige aanval. Lugador lasso. Na een knubbelmap hou je vierkantje ingedrukt voor een lasso aanval. Nou, het punt is wel dus dat dit zijn de beginaanvallen en verschillende aanvallen die hierna komen versterken bijvoorbeeld deze aanval of die versterken andere aanvallen. Dus de kleine mini aanvallen zullen jullie niet meer zien. Jullie zullen alleen de grote gemakste aanvallen zien. Dan hebben we precisie smijten. Hou rondje ingedrukt om te bepalen waar je de alligator geyser verschijnt. Dan hebben we golven in het zwembad. Stuur een golf op je vijanden af met elke grote splatter. Nou, dus dan druk je driehoekje, ga je splatter op de grond en dan komt er een golf uit. En laat ik jullie zo zien. Je kon ook voor het splatterpad kiezen. En ik weet niet welke goed beter is. Ik vond degene die ik heb gekozen, de bovenste, gewoon wat stoerder. Maar we gaan het wel even langs. Dus we hebben de geniepige geyser. Als je rondje ingedrukt houdt, verschijnt er een draaikolk die vijanden meesleurt naar de plek waar je alligator geyser verschijnt. Dus dat klinkt wel heel cool. Dan heb ik nog enthousiaste alligator. De alligator geyser richt meer schade aan. En ik heb nog voor drie keer, voor drie keer snel een grote spetter uit voor een ultieme grote spetter. Dus klinkt ook heel interessant. Maar ik ben gegaan voor een wat cooler vechtachtig spat, vind ik. We hebben de tsunami knal. Knuppelmappen richten meer schade aan. Dus dit is eigenlijk gewoon een upgrade van vierkantje. Dan heb je nog razende regenstorm. Als je een alligator geyser slaat, ontstaat er een waterexplosie. Dus dat is weer een verbetering van vorige aanvallen. En dan hebben we nog Lucha Libre, denk ik. Na een knuppelmap houd je rondje ingedrukt voor de super alligator geyser. Heel cool. Of je houdt rondje driehoekje ingedrukt voor de top super spetter. En dit ziet er gewoon heel cool uit. Dus ik zal het jullie meteen laten zien. En daarom heb ik voor dit pad gekozen. We hebben ook nog de Poseidon Lasso als ziel je wil. Na een knuppelmap hou je een vierkantje ingedrukt voor een verbeterde lasso aanval. Dus hier zo heb je de Lugador Lasso en ziel je wil is gewoon een verbeterde versie daarvan. Dan hebben we nog de Sky Chi kracht Golf Mapper. De ultieme sensei aanval hou R2 ingedrukt voor je Sky Chi kracht. Gebruik L om je furieuze vuisten te gebruiken terwijl golven je vijanden naar je toe trekken. Nou, vind ik dit een hele... Het is een leuke Sky Chi kracht, maar ik heb heel vaak, je moet heel erg in de buurt staan. Dus die vuisten komen maar een bepaalde afstand van jou af. En als die vijanden verder weg staan, dan gebeurt er gewoon niks voor. In ieder geval af en toe. Dus dat lijkt een beetje te glitchen. Dus, maar we zullen het zien. Ik ben er klaar voor. We staan in de arena. Je zal nog even Broccoli Guy en zo wat horen praten, denk ik. En dan begint ronde 1. Dus we hebben de vierkantje, is gewoon het stoute. We hebben ook nog springen en vierkantje indrukken. Dan hebben we een rondje. Dan krijg je die geyser. Als ik die ingedrukt hou, dan kan ik hem zo doen. En dan kan ik bepalen waar die is. Ik kan er tegenaan slaan. Dan explodeert die. En dat is wel heel cool. Ik kan hem ook meerdere keren slaan. En dan gaat hij sneller zo. Splatter aanval is driehoekje. En jullie zien de golf ook. De combo aanvallen die zal ik ook gaan laten zien. Dus we hebben vierkantje ingedrukt houden. Doedoedoe! Je kan dus ook gewoon vierkantje ingedrukt houden en dan doet hij het ook. Dus dat vind ik zelf wel heel handig en ook wel heel leuk. Nou hebben we deze. Oh. Kijk, dat was mijn vierkantje. Driehoekje ingedrukt houden, gaat hij springen en een boom. En dat kan je dus ook richten. Dus nu sta ik bijvoorbeeld deze kant op. Oh. Die
Dus deze aanval is de ziel je wil. Dan hebben we nog... En ik wil even... Rustig, dus de driehoekje en dat is de plons. Maar dat kunnen we ook richten. Dus jullie zien mij van kant verwisselen ook. En dan hebben we nog één driehoekje combo. Oh. En die vind ik zelf ook wel heel gaaf. Als je hem zo ziet, is dat dus... Rondje, oh. Rondje ingedrukt houden. En dan doet hij zo. Vierkantje en dan rondje ingedrukt houden. En dan valt hij naar achteren. En dat ziet er gewoon heel cool uit. Dus dat vind ik zelf een hele gave aanval. Alleen het is dus op het moment dat je vierkantje ook maar eventjes ingedrukt houdt, gaat hij al de ziel je wil, dus deze aanval doen. Hoe dus ook werkt, is je kan dus vierkantje ingedrukt houden en die dash, als je dan wegdraait bij die dingen, dan hoef je er niet tegen aan te komen. Dus wat we nog meer kunnen doen, is even dit ding weer een mooi dingetje neerzetten. En die gaan we ook even laten ontploffen, dan zie je al het water. We kunnen hem nog een keer splashen. En dan hebben we de overwinning al gehaald. Maar voor het idee doen we nog even de Sensei Chi-kracht in het goud. En dan zie je, dan kan ik draaien. Helaas was het hem al. De vijand krijgt het nu wel heel heet onder de voeten. En daar weet Chill Bill natuurlijk alles van. Ook al associeert iedereen mij meestal met de kou. Ja, ja, Chill Bill. Dat zou ik ook wel leuk vinden om met Chill Bill nog een keer te kunnen spelen. Dankjewel, dus. Nu ik erover nadenk, kan te gek eigenlijk nooit heel slecht zijn, toch? Hoe dan ook, lekker bezig. Kijk eens, hier is een beloning voor... Nieuw hoofdpersoon. Oh, die heb ik nog niet, geloof ik. Nice, oké. Okay. Nou, mijn harde werk zit erop. Dankjewel voor het kijken allemaal. Heb je nou een Skylander of een Sensei of een Imaginator waarvan je graag de aanvallen wil zien? Of een Steven Skylander video wil gaan zien? Schrijf het dan in de reacties, want dan ga ik die video voor jullie maken. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!